Vind jij tomaat moeilijk? Totaal niet lekker, nee. Dus moeilijk? Ja. Want die pitjes ook. Hoppatee. Goedemorgen. Goedemorgen, Kiona. Even kijken. Wat veel banaan, man. Heel veel banaan. Goedemorgen. Woensdagmorgen, 25 september. En ik ga vandaag het cadeautje inpakken voor Fiedor zijn verjaardag. En Fiedor zegt, dat vind ik fijn, want dan kan ik misschien aan het formaat al een beetje inschatten... Wat ik het wel krijgen. En niet kan zijn. Nou, ik ga dadelijk lekker hardlopen. En nou, die tomaat geeft wat struggles. Dus goed snoeptomaatjes en sherrytomaatjes oefenen. Er zit een beetje andere structuur in. Kiona is gisteren gevallen met de fiets, Kiona. Ja. Het regende gisteren in de binnenstad flink onderuit gegaan. En nu zegt ze, god, nu zie ik eigenlijk pas waar ik me overal pijn heb gedaan. Maar eigenlijk blijft het bij een paar blauwe plekken en wat schrammen. Nou, fietsen ook nog stuk. Hè? Kiona heeft een elektrische fiets. Kun je net wat meer tempo volgens mij mee maken. Hè? Gelukkig geen fatbike. Hè? Mm. Dat was het... Je voornamelijk heel je benen. Hè? Ja, mijn linkerheup vooral. Je heup? Ja, dat komt wel goed hoor. En de schrik zit erin. Ja, dat komt wel goed. Hè? Nou... Goedemorgen, Spetter. Goedemorgen. Vandaag een korte dag, Quirino. Ben je vanmiddag gezellig bij mama? Gaan we wat lekkers maken? 1 uur ben jij thuis. Ik heb lekker een boterham met jam en kaas. Nee, vandaag moeten we naar de orthodontist met Fiedor. Dat wist je nog niet? Nee. Nou, make my day. Om een beugel. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Ze gaan niet de beugel plaatsen. Ik dacht, nee. Dan ga ik een verjaardag eten. Nee, 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 nee. He? Goedemorgen, Damien. Morgen. Damien. Ja. Blijft het vandaag droog? Mijn telefoon zegt van niet. En die zegt hetzelfde als gisteren. Uurtje regen, uurtje droog. Uurtje regen, uurtje droog. Dus ja. Tot vanmiddag. Kiona, hoe laat ben jij thuis? Om 4 uur uit. Dus rond 4:30 ben ik thuis. Ik ga jouw macaroni-schotel maken. Moet je wel eens lactosevrije melk. Lactosevrije melk. Anders kan ik hem zo niet meer eten. Nou, doei doei. Doei doei. Doei doei. Het regent niet, hè? Nee, maar als ik daar op de fiets sta wel, dan ga ik weer om 8 uur. En elke keer als het 8 uur straat is. Zo lok je de regen. Nou, we krijgen vandaag een macaroni-schotel uit de oven. En dat wordt een heel makkelijk receptje. En een nieuw receptje, ook voor ons. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ga eerst even lekker rennen. Ik ga interval doen, dus ik ga een stukje rennen, lopen, dat vind ik altijd heel fijn. Dan kan ik even uitpuffen en dan kan ik weer gas geven. Ja, dus dat. Quirino, lukt het? Ja, lukt. Wat doet hij? Controle halen. Was die andere leeg? We waren allebei de andere één streepje. Eén streepje. Hoeveel streepjes heb jij vandaag? Ik heb ook één streepje. Geen streepje. Performance art vandaag. Dus acteren. Acteren. Ja, maar dan op een andere manier. Niet echt in script of zo. Daar hou jij niet van, hè? Totaal niet. Maar ja, we tot en met kerst en daarna kerst moeten we hem optreden. Alleen. Nog erger. Ja. Komt goed. Performance. Ja, performance art. En ik vind het echt interessant als anderen doen, maar hier is hetzelfde. Hallo. Ik zie nog een stroopmond.
Dan haal ik nog even gel. Ja. En dan gaan we buiten staan. Oké. Want het is 8:00. Lukt het? Ja, het lukt. Even meespieken. Hé? Deze plek heb ik gemaakt. Is dat beneden in een grot? Ja, in een grot, ja. En dat zijn visjes? Ja, dat waren visjes. Gaan we helemaal omhoog? Of hoe kom je naar buiten? Ja, ik denk zo. Want ik zit nou te vliegen. Kom op. Ja, daar is de lucht. Lampjes. En waar is dan je grot nu? Daar. Of niet? Nee. Ik had net ergens naar beneden gehakt zo. Dus ik ga dat nou even hier weer doen. En hopelijk komen we nog een grot tegen. Ik ga even jouw stroopmond doen, gelende haren, en dan ga jij hem afsluiten. Ja, oh. Ja, ze zijn van de wereld, al zo diep heb ik gegaan. Nou, ik ga lekker rennen. Ik ga een uurtje rennen. Ik maak me van tevoren alvast mijn shake. Dan is die straks lekker koud als ik terugkom. En wij mogen een product testen, super lief, van Human Strength. Ik heb hier het doosje al een tijdje staan en ik ben er eigenlijk nog niet aan toegekomen om het te unboxen. Ga ik nu doen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze ons hebben toegestuurd en we gaan eens kijken. Ik heb mijn beker van de Action al klaarstaan. En daar heb ik daar zo'n maatstreepje op gemaakt waar 200 is. En ik ga het doosje eens wegdoen. Want ik doe hem steeds terug in het doosje. Dus even openmaken, hè. Alles in het zwart. Bedankt. We hopen dat je blij bent met je bestelling. Oh, daar zitten ook de bekers in. Wauw. Wauw. Nog één. Oh, wat een zware pot. Oh, een kilo vanille. 23,2 gram eiwitten. En wat is die? Elektrolyten sportdrank. 300 gram. Kalium. Wauw. Wauw. Deze ga ik aanmaken. Even lezen hoe ik dat moet doen. Meng 3 maal daags 1 maatschap van 30 gram met 200 water of melk. Ja, ik doe gewoon water. Neem 1 tot 3 shakes per dag als aanvulling op je dagelijkse voeding. 1 maatschap met 200 water. Dat ga ik doen. Oh. Oh, dat ga ik naar vanille. Wauw. Wauw. Wat was het nu? 1 maatschap op 200, volgens mij. Deze is wel mooi af te lezen. Chic. Chic. Zal ik eens proeven? Super zoet. Super zoet. Heel lekker. Ik heb vanille smaak. Ik heb alleen niet echt koud water gebruikt. Merk ik nu. Ik ga hem in de ijskast zetten. Dat is lekker. Ik ga hem in de ijskast zetten. Dan ga ik rennen. En dan breng ik hem straks op.
Dat ging makkelijk. Een eitje op de boterham. Woensdagmiddag. Ja, woensdag al. Hé. Hey. De tijd gaat snel. Wat een mooie binnenkant, zie je dat? Ja. Die van mij heeft een beetje spikkeltjes. Ja, bij mij ook. Was het gelukt met het fruit op school? Ja. En met je tomaat? Net binnen de tijd. Heeft de juffrouw dan een klokje lopen? Ja. Eigenlijk gewoon elke dag een klokje. Weet jij op hoeveel tijd die klok staat? 15 minuten. En bij de boterham op 25. Wow. Dat moet lukken, hè? Dus bij de boterham hebben we zat tijd. Zo. Wat zout. Nou. Nou. Ik ben bij de Albertijn geweest voor de boodschappen. En ik heb heel veel dierentuinkaartjes gekregen. Ik was bij de auto mijn boodschappen in de auto aan het laden. En toen dacht ik, oh, de cashière heeft me die kaartjes niet meegegeven. Dus toen ben ik weer naar binnen gegaan met de kassabon. En toen zei ze, oh, dit is de laatste week. Neem er maar wat meer mee. Dus ik heb een hele stapel hier liggen. Even laten zien. Vossarana. Dat is leuk, hè? Ik heb een beetje veel. Oh, is niet erg. Veel is lekker. Dat is niet erg, hè? En dan kan ik die vanmiddag aan Sarana geven. Wij gaan lekker een boterhammetje met ei eten. Ik ben al met Leo uit geweest. En we krijgen vandaag een macaroni-schotel. Eén kant met broccoli en de andere kant met spruiten. Ik denk dat het lekker gaat worden. Wil je ook mayonaise erop of niet? Mm. Ja? Dat is eigenlijk wel slim van jou. Dan wordt hij nog lekkerder. En dan ga ik hem voor jou in stukjes doen. Genoeg, hè? Genoeg? Ja. Oh. Zo is die klaar. Wow, die is lekker. Ja. Zal ik het eens lezen? Lees het eens op, ja. Als je voor één dag één dier zou kunnen zijn, welk dier zou je kiezen? En wat zou je doen? Ik denk dat ik het weet. Wat? Een dolfijn. Nee. Oh, dat lijkt me echt geweldig. Ik? Ik ga dat opschrijven. Ben leeuw. Nee, tijger. Een tijger? Een tijger. En wat ga je dan doen? Oprollen maken op de trampel, want dat doet een tijger soms. Quirino. Koprollen maken. Quirino wordt een tijger. En koprollen maken op de trampel. Tijger. Ik moet even die stiften opschrijven. Waarom zijn stiften in de weg? Quirino, die wordt een tijger. En die op de trampolines. Koprollen. Koprollen in de lucht. Koprollen. En mama. Wat ga jij worden? Een dolfijn. Fijn. Ik ga even naar de wc. Dat is goed. Mooi. Zwemmen. Ja, mogen de auto's erin? Ja, de auto's mogen erin. Oké, daar gaan we. De eerste? Daar gaan we. Ja, daar gaan we. Maakt niks uit? Nee, maakt eigenlijk niks uit. Maar het moet wel een mooie auto zijn. In ieder geval. Ik pak echt mooie auto's. En dan ga je hier de auto's in. Gaan ze hier erin? Daar gaan ze erin met die busje. En dan is er ook zo'n busje. Oh. Okay. Ha, maar dan in het geel. Het is nu al file.
Nu al file, zie je dat? Ja, een hele aardige. Die is ook leuk. Waar is zijn voorkant? Waar is zijn voorkant? Waar is zijn voorkant van de Jumbo? Ik had een voorkant van de Jumbo. En je hebt er een beetje veel. Herinner ik me nog. En ook hele grote bakbuiten. Wauw, mooi hoor. Voor je staat een politie. Damien is lekker gedoucht. Ja. Hè? Mooi hoor. We hebben hier lekker gespeeld. Nee? Ja. Goed gebouwd, Quirino. Ja. Damien, ben je vandaag niet nat geworden? Nee, 's ochtends niet. En nu ook niet. Dan heb je heel veel geluk gehad. Ja. Nou, nee? Ik werd helemaal nat daar. Want ik was aan het buiten spelen. Opeens kwam de hagel tevoorschijn. Iedereen schreeuwde buiten, iedereen rende weg, iedereen schuilde. En toen mochten jullie naar binnen, of niet? Ja. Allemaal weer naar binnen. Ik zat gewoon echt te schuilen onder een afdakje, want wij hebben ook een klein huisje. Dus ik zat gewoon echt te schuilen. En toen zeiden ze, kom maar bij de deur. En toen rende iedereen keihard weg naar de deur. Dat is mijn cadeautje. Maar ik had veel groter verwacht qua formaat. Maar het is wel van die winkel. Oh, dat is wel leuk. Dus het papier klopt. Ja, dat is leuk. Heel licht. Heb je geen idee? Is het breekbaar? Ja, ja. Hé, maar jij moet zo naar de ortel. Ja. Wil je ook een pannenkoek? Ja, lekker. En wat wil je erop? Strop. Ja. Damien, liggen ze in de ijskast? Ja. Oké. Heel niks. Maar het zit wel in het officiële doosje. Ja. Niet dat het in een bol van het nee, zit. Nee. Wat zo... Nee, dit is het formaat. Okay. Dit klopt. Ik weet het niet. Ja. Ga goed denken. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Ik ben lekker terug van het werk. Gedoucht en wel... En ik ga even lekker verder aan de muur van Sarana. Sarana heeft een golf op de muur, zoals je achter me kunt zien. En boven in de hoek, daar, heeft ze de tweede streep, heeft ze eigenlijk te breed gemaakt en te veel over die andere heen gegaan. Dus die ga ik eventjes veranderen. En dan kunnen we verder alles inrichten. Ik heb gisteren de plankjes nog opgehangen. Plankjes lekker opgehangen, kunnen we die wel lekker alle spulletjes erop zetten. En dan doen we nog één keer de grote poets. En dan is het kamertje klaar. Aan één kant is de muur lekker roze. Plafonnetje is gedaan. Er hangt een nieuw lampje op, kijk. Tadaa! Nou, die kleur licht heeft ze dan ook. Als je dan het licht aan doet. Hop. Dus... Maar ik doe het licht uit, anders zie ik niet welke kleur ik moet verven. En dan ga ik even verven. En dan zien we jullie straks verder weer. En vandaag komt ook het handvat van onze nieuwe vlogcamera, van de Nikon Z30. Komt het handvat met de afstandsbediening, dus als het goed is, kan ik jullie straks aanzetten. Gewoon op het handvat. Oh. Bij de Sony ZV-1 kon dat niet. We konden hem koppelen, binnen een paar minuten was hij weer weggekoppeld. Altijd de batterij leeg van dat ding, dus ik hoop dat dit nog wat beter gaat. Maar, ik ga de kwast pakken, potje verf, schilder maar. Nou, ik heb het boekje bijgeverfd, maar ik vind het een andere kleur. Dan moet ik even wachten hoe het uit gaat trekken als het een beetje opdroogt. Want de potjes verf stonden hier gewoon op de kamer, dus ik kon eigenlijk niet missen. Ik had eerst het verkeerde potje, de tweede kleur, dat was een hele lichte. Maar die ik nu erop heb gedaan, die ligt er een beetje tussenin. Ik heb hem wat opgeroerd, maar hij wordt niet donkerder. Kijk mee. Kijk, dan heb je drie kleuren, blauw. En dat horen er maar twee te zijn. Dus dan hoop ik dus nu dat hij dus donkerder gaat uittrekken. Ik heb hem dus helemaal tot daarboven gedaan. Want dat moeten gewoon vier kleuren worden nou. Roze, oranje, een beetje groenig en een beetje blauwig.
Maar dan moet het wel. Dezelfde kleur worden. Anders verven we nog eens opnieuw. Maar krijg maar dezelfde kleur. Dat potje verf zit nog bijna helemaal vol, dus... ik weet niet wat er aan de hand is. Maar... En... bij het handvat komt ook nog eens het goede, de dead cat. Dat zijn die fluisjes voor bovenop. Voor het geluid. Dat buiten met de wind... Dat we nog geen windruis meer hebben. Dus afwachten. We zijn benieuwd. Maar dit vind ik al heel vreemd. Ik ben echt benieuwd hoe dit nog gaat uittrekken. Maar ja, we zullen maar zeggen, wordt vervolgd. Spruiten. Spruiten. Lekker. Een macaronischotel in de oven. Mm-hmm. Met spruiten aan één kant en de broccoli aan de andere kant. Oeh, lekker. En dat heb ik op TikTok gezien. Oh jee. Als ik nou dadelijk die spruitjes met water ga koken. Ja. En dan heb ik een grote pan gepakt. Mm-hmm. Dan kan ik deze, als die uit de folie is dadelijk, er zo bovenin mee laten koken. En als die dan gaar is, dan kan ik hem hieruit pakken. En dan zou ik die stronkjes zo moeten kunnen afsnijden. Oké. Okay. Dat ga ik proberen. Ik weet niet of dat lukt. Nee, ik wou net zeggen. En dan met kipfilet en kaas eroverheen. Mm-hmm. En dan kan Quirino kan dan de broccoli kant pakken. Want Quirino heeft nog geen spruiten leren eten. Nee, maar misschien kan hij wel eens proeven. En het afval, dat kan lekker. Dat gaat weer naar buiten, ja. Maar ik denk dat Serena dat leuk vindt om dat te doen. Ja, tuurlijk. Maar Serena is nog niet thuis. Nee, die is er nog niet. Serena heeft een hele fijne stageplek gevonden. Ja, echt top, hè. Gisteren heeft ze aan tafel echt zo lang geklet. Ja, ja die is echt in een warm nest gekomen. Ja. Geweldig. Van het ene uiterste eigenlijk naar het andere. Ja, zeker. Dat is nieuws, want vandaag was dat ene project klaar en vandaag zou ze eigenlijk op het kantoortje komen te zitten. Ja, gisteren zei ik heb zo'n slappe lach. Ja, zeker. Alles gaat mis. Alles ging mis en ze lachen hier en brullen en dan moeten ze alles weer omzetten. En... Leuk toch? Ik ben naar de orthodontist geweest met Fiede. Daar is ze. Oh, daar is ze. En Fiede moet eerst twee melktanden laten trekken voordat het beugeltraject kan gaan beginnen. Oké. Okay. Dus dat is wat minder, hè? Ja. Zal ik morgen even bellen naar de tandarts. Mm-hmm. En dan... Oh, dan moet je natuurlijk niet erop. Nee, ik wil nog zeggen, je gaat toch niet snijden nu, hè? Nee, want ik wil dat graag proberen. En ik ga toch het stukje ook gebruiken van de stronk. Huh? Nee. Jawel. Ik vind het allemaal zo duur. Dat is voor konijnen. Dat is voor de konijnen, man. Oh ja, dat kan ook. Dat is voor de konijnen. We gooien het niet weg. Daar gaan we even vragen aan mevrouw Convoy. Ja, moeders geweest, ja. Ja. Hop. Watertje erop. Hey, meisje, broccoli. Daar komt ze. Heb jij het al op TikTok gezien dat ze dat zo in het water zetten? Nee. Oh. Hoezo? Ja. Ja, mama heeft een TikTok lifehack. Lifehack. Koken bij de spruitjes. Heb je niet het gevoel dat het fijn is? Koken bij de spruitjes. Hoe was het nog? Oh, je bent nat. Oh. De hele dag in de regen gewerkt. Je ging toch vandaag op kantoortje zitten? Nee, want de containers waren nog niet klaar. Oh. Gisteren laat je t-shirt moeten zien. Mijn t-shirt? Ja. Ik vind het mooi. Dat staat wel mooi. Die kleur staat je heel mooi. Kijk eens, Sari. Tada! Ja, het staat je echt heel mooi. Ja. Echt waar? Ja, echt, meen ik. Aha, is het weer zo'n leuke dag, zeg. Ja, echt wel. Ik moet je wat verklappen. Oh, jee. Ik heb je muur geverfd. Oh. Maar het is een compleet andere kleur. Wat ik erop gedaan. Compleet anders. Ik hoop dat hij nog bijkleurt. Maar ik ben er bang voor. Het is hetzelfde potje. Heb je niet in plaats van de blauwe de groene gemaakt? Nee. Want ik had eerst de groene opengemaakt. Ik denk, nee, dat is hem echt niet. En toen maakte ik deze open, die was wat donkerder. Ik denk, ah, daar heb ik de goede. Ik smeer hem erop. Ik denk, dat klopt niet. Oh. Maar ik heb het toch helemaal gedaan. Ik denk, ja, als het niet goed is, dan doe ik het nog een keer. Komt niet, ik ga dat zo kijken. Dat zou ik niet doen. Ik ook niet. Ja, ik ga lekker douchen. Ja, ik ga me eerst douchen hoor. Ga lekker douchen. Dat, ja. Oh, hij begint een beetje bij te kleuren. Ik hoop toch zo dat het een goede kleur wordt, hè. Hij is wel bij aan het kleuren. Ach, maar dat valt ook mee. Ja, het was dan net nog veel erger. Dus nu heb ik 5 kleuren, is nog leuker. Ja, maar niet helemaal. Hieronder niet.
Ja, maar dat maakt niet uit, want ik heb nu gewoon donkerblauw, lichtblauw, groen, oranje. Ja, ik hoop dat hij nog verder bijkleurt. Hij is een droge, dus... Oh, paps. Nee, dat valt nu... Nee, daarnet was het heel erg. Oh, dan is dit ook klaar. Ja. En mijn bed staat weer terug, zie je? Ja, ja, ja. Want je kon de deur niet meer in of uit. Ja, maar hij stond nog niet tegen de muur aan, hè? Ja. Snap je, dan staat hij nu alweer. Dus, nou. Hopelijk dat dit nog bijkleurt verder. En dan komt dat helemaal goed. Ga lekker zeker douchen. Ik ga hem plukken. Doe je voorzichtig, verbrand je niet. Lig er spruiten op. Lig helemaal ertussenin. Ja. Volgens mij zijn de spruiten ook gaar. Oh. Het gaat wel. Ja. Is het handiger? Ik weet het niet. Volgens mij niet, hè? Ja. Wat vind jij? Is het handiger of niet? Ja, hij wacht dat iets valt. Is het helemaal in de startblokken? Ja, het wordt lekker. Dat wordt het zeker. Warm? Ja. Knap dat jij dat zo met je vingertjes doet. Ja, die spruiten zijn ook klaar. Plop, 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 plop. Pannenkoekenspek. Mm-hmm. Met een gebakken uitje en paprika. Oh, lekker. Daar komen de spruiten bij. Mm-hmm. Maar zei je nog pannenkoekenspek? Pannenkoekenspek. Ja, dat stond op de verpakking. Ja, daarom ik denk, wat zegt ze nou? Pannenkoekenspek. Oké. Jij helpt mij met opbouwen. Aan mij de eer. Ja, eerst de macaroni. Ongeveer de helft. Maar Gie zegt, het past nooit in de ovenschaal. Nee, dat past er nog in. Nee? Ik denk van niet. Allemaal. Zo. Mm-hmm. Ja, pas wel. En dan hebben we één kant met broccoli en kipfilet. Mm-hmm. En dit is dan spekjes, uien, spruiten en paprika met kip. Paprika met kip? Zou dat passen, Quirino? Dat past, mama. Oh, dit wordt lekker. Het ruikt zo lekker. Serana, spruiten. Oh, ik hou ervan. Er zit geen maïs in. Oh, spruitjes. Quirino heeft het niet zo op maïs, hè? Nee. Ik hou echt totaal niet op maïs. En wat vind je wel lekker? Een brood, een boterham met ja, maar voor warm eten. En ei en mayo en zout. Weet je wat lekker is? Zo'n kale macaroni stelen. Ben ik gemaakt voor in de keuken, man? Is de schaal niet een beetje klein? Nee hoor, mama zegt van niet. Lekker hè? Nou, dit krijg je niet meer over. Tuurlijk wel. Doe een zeer, dat vind ik goed hoor. Dat is altijd lekker. Waar zijn we nou? Ik zou nu waar we zijn. Hier. Ja, maar wat, waar zaten ze er neer? Dan kan ze het er niet zien, ze staan nergens. Ja. Hoppa. Ah. Hier. Pap, is dat niet een beetje veel? Ik hou van kaas. Zie je dat? Dankjewel, meneer de opbouwer. En moet je erin? Nou mag hij erin. Die pan is een beetje klein. Zou er nog een grotere ovenschaal bestaan? Nee, ja, dat snap ik. Oma had toch een hele grote. Nog een grotere? Ik weet niet, we hebben dat stukje nodig. Zo, gewoon een mistop. Daar hebben we wel geduld voor. Ja, ik kom er wel een stukje aan het zoeken.
Zal moet het lekker allemaal op elkaar. Hij ligt zelf hier, Kion. Oh, hij heeft hem. Kion is makkelijk, hè? Ja, ik wil echt de broccoli. Nee, koolspartjes. Oh, dankjewel. Wow. En waarom zie je dat? Dat is wel een mooi dagje. Dat ziet lekker uit, Saar. Ja. Echt wel. Mama, alles valt ernaast. Niet verklappen. Het is een beetje de schaal is te klein. Deze ziet dat wel. Damien. Kijk niet. Ik wil spruitjes. Spruitjes. Oh jee, iedereen wat gaat spruitjes. Broccoli of spruitjes? Jij hebt nog nooit spruiten gehad, hè? Oh. Oh, het ziet wel heel lekker uit, hoor. Het is wel een blijvertje, hè? Echt wel. Mm. Dankjewel. Zeg het. Broccoli. Lekker, hoor. En ik hou wel van de kaas erop. Ik wil ook wel lekker die sliertjes, de spaghetti-achtig. Die wil ik lekker. En wat zeggen we dan? Smakelijk. Smakelijk eten allemaal. Nou, dit is 10. Maar jij houdt van broccoli en van spruiten, ja, Sarah. Dat zijn de twee lekkerste groentes. Mm. Oh, we hebben leuke wijn. Lekker, een andere niet. Wijn uit een pak. Ja. Het geeft wel het effect weg, hè? Ja? Ja. Hij ruikt goed. Mm-hmm. Nou, had je trouwens gisteren bij Appie nog kaartjes gekregen? Loop eens naar mijn computer toe en ik kijk je in de bovenste la. Oh. Wacht, Michael, ik sta hier toch. Dat wil jij niet weten. Die heeft me een pak meegegeven. Oh. En Quirino heeft al 1 verpakking opengemaakt, hè, Quirino. Je hebt hier gewoon al gespiekt. Oh. Er stond op. Een. Even kijken. Een naam. Hè? Ja, maar. Pelikaan! Ja. En die zijn allemaal nog dicht. Ja. Nou, nu raad je nooit vandaag deze. Wat ik vind. Nee, blokje. Ik was die haspels dus aan het vastzetten met de banden, spanbanden. Ligt daar gewoon een blokje onder waaruit die gevallen is? Nog een blokje. Die ligt waar die gevallen was. Dus dat blokje wat onder die container lag, was dus niet dat blokje. Maar ja, het is hetzelfde blokje, dus het maakt niet uit dat er nu een ander op zit. Maar ja, het was wel. Wij waren nu met die spanbanden bezig en opeens komen we een blokje weer tegen waar die gevallen was. Dus hij lag gewoon waar die gevallen was. Maar ze zijn allemaal aardig. Allemaal zo aardig. Ik heb die lepel aan het eten. Fijn toch? Ja, zeker. We zijn super aardig. Ja. En dan ga je eerst met de fiets en dan met de bus. En dan nog een stuk lopend. Ja. En nu heb je 9 uur per dag, hè? Tot ik daar ben. 9 uur. Zonder de reis. 9 uren maak je per dag. Maar daar. Dit valt een stuk minder zwaar dan het vorige bedrijf. Super fijn. Ja. Je komt steeds langs rijden bij mij. Maar dat is 7 uur. En hij komt om 7:10 komt hij werken waar het bushalte is. Dus hij mist mij niet. Om 7 uur ben ik net de trap aan het aflopen. Dan ga ik het door, lijstjes printen en zo. En dan ga ik naar buiten, dus ik mis haar net. Net op de minuut missen. Maar waarom ga je dan niet mee? Waarom ga je niet mee op de scooter? Nee, de bushalte is voor. Nee, maar je kunt toch 's morgens om 6 uur mee op de scooter? Ja, maar hij zit aan de andere kant. Is dat verlopig? Die bus die gaat nog een paar rondes. Maar dan kun je toch daar wel opstappen? Nee, er is geen bushalte bij mij. Nee, het is wel een bushalte. Als ze daar uitstappen, hoe is er dan geen bushalte? Nee, daar stap ik niet uit. Ze stapt niet uit bij mij. Nee, maar ze rijdt er toch langs en daar is de bushalte? Ja, daar stopt hij en dan gaan mensen in en uit. Nee, niet bij jawel. Mij. Ik heb geen error nu. Niet bij ze zegt, jawel. Stop daar. Voor de loods. Nee, voor de loods is geen bushalte. Voor de terminal is een bushalte. Waar de kantoren zijn en de passagiers instappen. En daar is jouw loods. Nee, de loods ligt verder naar onder. Hij wil jou gewoon niet mee. Nee, je hebt de bushalte. Je hebt daar opgestapt. Je hebt de bushalte. Dan heb je de grote parkeerplaats. Dan komt dat mooie pand waar de caravanstalling is.
Dan komt het kantoor van de douane en de marechaussee. En dan komt onze loods. Daar waar de vrachtwagen staan. En dan doet de bus de knik naar onder richting langs de BMW garage om naar het stoplicht te gaan. Wat ik sowieso niet snap, hè. Die, als je de bus dan, ik pak de bus richting Sittard. Dus die bus, die doet dan dus, gaat eerst langs een paar stops van Meersen. En daarna komt die bij het vliegveld. Dan komt het bedrijvenpark als bushalte dan. En dan komt mijn bushalte. Maar als ik nou die van Maastricht pak, is die andere bushaltes. Terwijl het is dezelfde bus, want die rijdt ook dezelfde weg. Precies dezelfde weg gewoon terug. Maar dan de bedrijvenparkbushalte is twee bushaltes na mijn bushalte. Stop maar, ik ben het helemaal Ik snap hem ook niet wat je vertelt. Jawel. Nee, ik snap. Hij gaat precies dezelfde weg heen en terug. Ja. Maar de bushaltes liggen anders. Maar jij gaat toch niet naar Maastricht? Jij gaat toch naar Meersen? Nee, terug? Ik pak de bus naar Maastricht. Maar je fiets staat toch in Meersen? Ja. Magic. Hij stopt ook al in Meersen. Hij gaat via Meersen naar Maastricht. Het is de bus van Maastricht, maar die stopt op Meersen. Hij gaat airport, Meersen, Maastricht Noord en ja, dan Maastricht. Ja. Je stopt in Meersen op? Maastricht. Ja. Ik stap steeds in Meersen op. Maar waarom stap je dan niet op Maastricht Noord op? Omdat ik dan de trein naar Meersen moet pakken en dan de bus daar weer in. Dat is nu juist een omweg. Je zet natuurlijk stopt de... Jij zegt de vorige je zei zegt, tegen mij. Hij stopt in Maastricht, ja. Maastricht Noord. Dan gaat hij eerst langs Meersen en dan naar de stageplek. Dus dat is toch juist om. Zeg, laat maar. Ik ben heel logisch om te praten. Ik ben jezelf tegen aan het kletsen. Maastricht Noord, daar kom ik niet. Je zag net van wel. Nee, nee. De bus wel. De bus gaat na Meersen, na Maastricht. Dat zei hij überhaupt, hoor. Jij zei onder het lopen met de hond een keer tegen mij dat hij ook naar Maastricht Noord gaat. Ja, als ik de trein zou pakken. Oké, als ik nou met de fiets. Maar jij zegt net zelf dat ik zo snel naar Maastricht gaat. Ik proef mijn eten niet meer. Stop. Mag ik het even uitleggen? Nee. Ik had twee keuzes: die wat ik nu doe, dus fiets, bus, wandel. Of ik zou eerst naar station Maastricht op de fiets gaan, dan de trein pakken naar Meersen en dan komt hij langs Maastricht Noord. En dan van Meersen weer de bus naar daar en weer wandel. Maar die bus komt, dat is, komt toch naar Maastricht? Dan moet je toch ook ergens hier kunnen opstappen? Ik was achter bij papa op die scooter gestapt. Oh. En ik had gewoon of dat laatste stukje lopen, of op de zogenaamde je komt op dezelfde tijd aan dan papa. Ja, maar hoe kom ik dan terug ik naar huis? Ik ben om 6:30 al daar. Met de bus? Ja, en dan sta ik op Meers. Ja? Nee, hij ging toch ook naar Maastricht? Ik snapte niks van als je hij ging toch ook naar Maastricht gaat, dan kom je toch hier uit? Noes. Jongens. Hij ging ook naar Maastricht. Zei net. Oh. Wat een discussies. Eigenlijk hadden ze ook toch een golden ding. Met iets wat je bijna nergens vindt. Golden ticket. Ja, zo'n 3 of 6 golden animals. En die zitten bijna niet in die pakjes. Dat zou leuk zijn. Wat had je voor nou, die minions en zo? Ja, ja. Zoals Willy Wonka. Er is één kaartje is zeldzaam, want... Bij mij zijn er collega's die zijn aan het ruilen onderling en zijn aan het proberen één kaartje te krijgen. Welke? Maar één nummer kunnen ze niet vinden. Welke? Welk? Dat weet ik niet. Het gouden ticket. Want als ik hem nog heb, kan ik heel duur doorverkopen. Ha! Ik moet ook luisteren naar mijn podcast. Dit heb ik ja, maak open, maak open. Brian. Als het goed is, zit daar het handvat in, ja. Hè? Ik heb... Wat staat de bediening, hè? Ik heb... En het... De dead cat. De dead cat? De dode kat. Is dat een dode kat? Ik heb... Een dode kat in de doos. Eén dier en die heb ik zo vaak, dat is niet normaal. Wie weet, is dat wel die zeldzaam? Kun je het lezen? Nee. Dit is de windmof. De dode kat. De dead cat. Rappert het haar. Kindersleutel. Ze vallen allemaal uit. Kijk, Sarah, een dode kat.
Ik dacht dat ze cavia's noemden. Cavia's? Sommigen noemen het ook cavia's, ja. Dat kan. Oh, die is ja, lekker zacht. Ik heb allemaal uitgevallen. Nee, ik heb één kaartje en die heb ik zomaar. Bluetooth. Wat zal de afstandsbediening zijn? Afstandsbediening? Ja. Bij je camera? Ja, zeker. Kijk eens hier. Maar ik bedoel, als je toch gaat filmen, dan kan je toch zelf op het knopje duwen? Dan kun je hem op een statief zetten, dan kun je op de afstandsbediening duwen. Oh. Wat hebben ze dat mooi geleverd, hè? Ja, zo. Oh, alweer een dubbele. Oei, 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 het zit me toch niet mee. Een mooi briefje erbij. Dank voor het geduld en veel plezier met vloggen. Richard. Van, hoe heet dat bedrijf? Van ringfotofocus.nl. Het is niet gesponsord. Nee, het is niet gesponsord, maar wel ontzettend netjes geleverd. Super netjes. Mag ook gezegd worden, hè? Ja, zeker. Dat zie je niet meer zo vaak. Mijn favoriet dier. Geen stress krijgen. Plus. Snelheid 1. Dan is hij heel slow. Het handvat. Kijk, en daar klik je de afstandsbediening in. Oh. Oh. Mooi, hè? Ja, supermooi. Kijk eens, hè? Ja. Dus dan kun je op rek opduwen met je hand. Hij lijkt gewoon precies op die van dat V1. Mooi, hè? Deze is van Small Rick, hè? Die is niet van Nikon zelf, hè? Dat is wel van Nikon. Oh, nou. Dit is van Small Rick en die past daar dan precies zo ingeprikt. Zo. Mooi, hè? De neushoorn. Ja, zeker. Ga ik hem straks koppelen, mama? Ja. Vraag eens morgen welk kaartje dat is. Mooi. Super. Welk kaartje de golden ticket is? De neushoorn. Hé, hey, vaatwashulp. Ja, ik ben bezig. Nee, maar ik heb één kaartje en die heb ik zo vaak al, dubbel. En misschien is dat die wel. Hier. De bouwbitsprink. De bitsprinkhaan, oké. Okay. Kreeft. Is het dan een kreeft of een sprinkhaan? Ja, wat is het dan? Ik denk een kreeft, want dat staat als laatste. Maar ik denk dat hij gewoon omhoog kan springen. Zijn snelheid is heel snel, 91, en zijn sterkte is 83. Terwijl als je dan kijkt naar mijn favodier, dat was totaal verschillend. Als je dan keek naar... Hier, kijk hè. 1 snelheid en 12 sterkte. De luiaard. Ja, hier. En die heeft 91 snelheid en 83 sterkte. Wij mensen zien kleuren met 3 verschillende kleurreceptoren in onze ogen. Bitsprikhaankreeften hebben er 12 tot wel 16. Hoe zouden zij de wereld zien? Dat is mijn vraag. Kleurrijk. Ja. Achter jou staat een doosje. Ja. Dat heb ik al unboxed. Heb je dat al unboxed? Alweer een leeuw. Ah, dat zijn de sportdingen, mams. Nou kunnen we gaan sporten. Maar ik zeg al in de vlog, ik weet niet het wanneer gebruik je een eiwitshake en wanneer gebruik je zo'n elektrolyte? Elektrolyte is als je heel veel vocht gaat verliezen en zo. En eiwit is echt voor de spieropbouw en zo. Dus die elektrolyte is eigenlijk voor tijdens het rennen? Ja. Elektrolyte sportsdrink Aqua Berry. Kijk eens hier. Kijk eens. Human strength. Ja. Yeah. Shaky, shaky, shaky. En de... Whey protein vanille. Ik kon alleen het maatschapje niet vinden in de pot. Zou het in de pot moeten zitten? Dat weet ik niet. Ja, toch? Mijn god, wat een grote pot. Ik heb ze bijna, mama. Moet je eens ruiken hoe lekker die ruikt. Oh, die ruikt echt lekker, ja. Vroeg
vroeger, als je flesvoeding ging maken, was je ook altijd het schepje kwijt. Ja. Zal ik daar echt in zitten? Nee, niet. Nee? Nee. Deze kaartje. Zit ik in de weg, paps? Nee, is een schepje. Zijn we kwijt. Dat ging snel. Eén maatschap van 30. Daar zit hij erin. Kieuwen mag hij niet, bevat lactose. Dat is eiwitchik. Ik weet niet veel in het. Wauw! Niks van. Gaan we wel op zoek. We gaan lekker afsluiten. We gaan lekker afsluiten. Zij gaat nog wel door. Ja, ik wilde doorplakken zeggen, maar het is niet plakken. Nee, het is niet plakken. Het is steken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei doei! Doei doei! Doei, doei.